Oh, kijk, oh, kijk, kijk, kijk. Oh, vangen. Hey, gast. Wie gaat de winnaar worden van de Daily Paper shirt? De winnaar van de Daily Paper shirt is geworden. Jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Wij zijn, zoals jullie weten, weer lekker thuis. Of wij tenminste. Ik ben gisteren namelijk alleen gaan slapen. Maar op dit moment is mijn lieve jongetje hier. Winnie. Hallo Ricky. Hey. Hallo Winnie. Wat lig je lekker op het bankje, jongen? Ja, ik ben een beetje moe eigenlijk. Ja, ben je nog een beetje moe van Parijs? Toch wel, ja. Ja man, ik ook. Het was natuurlijk best wel een lange rit. En ja, 4 uur rijden is natuurlijk niet echt iets wat je dagelijks doet. Ja, ons eigenlijk ook best wel moe gemaakt. Maar ik hoop dat jullie wel hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog hier zo vanuit Rotterdam. We zijn ook echt super laat opgestaan trouwens. Dus ja, sorry, dat hoort er helemaal bij. Maar kijk eens eventjes. De glazen wasser. Ik zeg het elke vlog, jongens en meiden. Ik ga het blijven zeggen tot hij gekomen is. Week 5 van het jaar. Komt hij eindelijk. En oh, ik ga zo blij zijn met die man. Maar de sneeuw is weg. Het is allemaal weer lekker rustig hier. En het is allemaal top. Het huis is nog steeds netjes schoon. Dat is wel fijn. Ik was op dit moment eventjes bezig met iets voor mijn zus. Ik had namelijk even een thumbnail voor haar gemaakt. Want met Annie de Photoshop werkt blijkbaar niet zo goed meer. Dus ik moest dit eventjes in elkaar flansen. Dit is wel schattig. Dit is het hondje. Ja, dit is ook best wel leuk om te vertellen. Want wij gaan dus straks daarheen. Naar de pub. Ja. Jullie vragen nu misschien af van Jill, welke pub? Huh, wat is jouw pub? Nou ja, zoals jullie weten, mijn pub gaat natuurlijk jammer genoeg niet meer door. Maar wij gaan straks dus wel echt iets superleuks doen. Zo, wij gaan gelijk al de deur uit. Het is nog nooit zo snel dat ik de vlog begon en gelijk al de deur uit gegaan ben. Maar wij gaan dus op dit moment eventjes lekker in de auto. En deze jongen wilt rijden. Nee. Oh nee, ik heb jou laten. Nee, dat ik zeg het verkeerd. Ja. Voordat het verkeerd overkomt. Ik heb gezegd, wil je rijden? Hey. Wat anders, hè? Ja, want ik rijd natuurlijk altijd zelf. En ik heb letterlijk nog nooit iemand anders in mijn auto laten rijden. Maar ik heb op dit moment gewoon niet heel veel zin om te rijden. Omdat ik gisteren al zo lang heb gereden en die dag daarvoor. Dus dat is nu eventjes chill om gewoon even lekker met te laten rijden. Dit klinkt heel verkeerd. Te laten rijden. Zo, kijk eens. Vangen. Hey! Gast! Ja, sorry man. Gelijk mijn sleutel is kapot. Jongens en meiden, ik heb trouwens een vraag. Kijk, ik heb dus hele gekke strepen op mijn motorkap. Ik denk dat het door de wasstraat komt, omdat het dan verkeerd opgedroogd is ofzo. Ja, het ziet er echt niet uit. Maar ja, het is heel apart. Ik weet het niet. Het zijn geen krassen gelukkig, want het zou wel heel erg zijn als dat nu al zou beginnen. Maar hier, kijk, je kan het gewoon weghalen. Alleen, het is waarschijnlijk gewoon door de wasstraat dat je zo snel die dingetjes ziet. Waar komt jouw ruitenvloeistof uit? Mijn ruitenvloeistof komt hier voor mijn lampen. En hier voor mijn auto zelf. Dat kan ook. Nou, zo. Daar gaan we. Dit is wel een heel apart momentje. Want dit is dus echt de eerste keer dat iemand anders in mijn auto gaat rijden. En dat ik het aan Rick toevertrouw. Ja, dat is wel wat, hè. Zo, ja. Hij werkt precies hetzelfde als mijn vorige auto. Gaat dat lukken? Nee. Hij is alleen 10 keer groter. Ja. Je zit wel verder achter in deze auto. Ja. Ja, hij is groter natuurlijk. En jongen. Hoe bevalt het? Ja, goed. Wil je straks ook tanken? Ja, we moeten tanken. Dus ga je het ook betalen? Nee. Nee, dat hoeft niet. Nou, in ieder geval, het is dus, we moeten naar Kijkduin. Ik ben al laatst een keer bij mijn oma geweest. Ik weet niet of ik dat toen gevlogd had. Ja, toen moest ik iets droppen bij daar. Daar gaan we dus nu weer naartoe. Het ligt echt in de buurt van Scheveningen. Eigenlijk, Kijkduin en Scheveningen liggen gewoon tegen elkaar aan. En ik weet dat daar heel veel kijkers wonen. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, we staan nu even te wachten op het stoplicht. De lucht is trouwens vandaag al echt heel mooi. Kijk eens. Beetje verschillende kleuren allemaal. Je ziet een hele donkere wolk, je ziet daar lichte wolken en dan zie je blauw en... Ik kan me herinneren dat het gewoon een blauwe lucht is geweest. Zo eerlijk, maar ook in Parijs was gewoon het weer echt rot en nu is het gewoon prima hier. Ik vind het toch, wat ik ook naar Londen zei, heerlijk om weer gewoon thuis te komen, weer je eigen wereldje te hebben en hier zo gewoon weer lekker in Rotterdam te zijn. Altijd toch dat kleine gevoel van heimwee heb ik echt wel. Ik had het gestraald toen we Rotterdam wel inreden. Ja, toen dacht je ook van echt, oh, we zijn er weer, weet je wel. Oh. Maar ook vooral als je echt zo door België rijdt, door Frankrijk, op allemaal depressieve stukken waar heel de weg zo lang is. Ja. En dan ben je weer ineens in de stad en denk je van, ah, ja, echt dat thuisgevoel. Nou jongens, aanschouw Rick zijn rijstijl. Lekker in de kofferbak van de voorganger zitten. Dat valt echt wel mee hoor, kijk maar. Ja, je hebt echt net afstand genomen. Nee hoor. We zien wel weer waar we heen gaan, hè? Jij zit achter het stuur. En waar zijn we? Oké, babe. Mackie! Eigenlijk was ik degene die het zei, want ik wilde, ondanks dat ik zeg dat ik toch een hele gezonde levensstijl aan wil houden, toch eventjes een burgertje nemen. Want ik heb zo'n bizarre honger en ik kan het gewoon... Goedemiddag. Mag ik, wat wil je hebben? Ik wil graag een cheeseburger zonder ui en augurk. Een milkshake? Of, een milkshake banaan? Banaan. En kipnuggets met barbecue saus. Oh. 6.
En een cheeseburger alsjeblieft. Oh mijn god. Ja. Ja, doe er alsnog even 3 Big Macs bij, Rick. Nou ja, sorry jongens. Vandaag is mijn cheat day. Vandaag ga ik het wel doen. Ja, ik heb in Parijs elke keer de McDonald's geskipt. Ikzelf. Hey, hoe ga ik deze bochten nemen? Dat gaat het niet worden, Pik. Hey, ja, deze bochten ga je niet halen, nee. Kan je deze auto wel rijden, jongen? Ik wil ook wel je velgen kapot rijden, is het graag. Nou, nee, dankjewel. Lukt het, of ja? Ik kan mijn achterban nou niet zien. Hey, ik wil echt niet op mijn gevoel hebben dat ik jou... Heb jij je rijbewijs, of Nou, dan beginnen de eerste struggles al. Oh mijn god, we hebben het gered. Ja, ja, ja. Zo, lekker! Lekker burgertje, lekker eten. Oh ja. Het ziet er wel heel simpel uit. Ik besef me nu net dat ik een milkshake besteld heb. Maar dit is natuurlijk melk, oftewel dat is zuivel. Oftewel, dit ga ik niet drinken. Dus we houden me wel aan de afspraak. Geen zuivel. Voor de huid. Zo, we zijn er hoor. Ze komt nu straks, als het goed is, hier zo de slagboom open doen. Dus dat is hartstikke mooi. Wat ik trouwens wel grappig vind, waar we het nog niet over gehad hebben. Of trouwens, waar we het eigenlijk wel over gehad hebben. De stoel heeft gewoon bijna meer dan 12.000 volgers volgens mij. En Rick heeft gewoon niet eens de 10k. Dus we moeten slechte jou... zaak, hè? We moeten jou naar de 10k brengen. 1000. Letterlijk de stoel in mijn huis. Rick kreeg ook DM's. Ja. Hoi Rick, wat zeiden ze? Er waren de mensen die zeiden van ja, besef dat, dat de stoel waar je wel eens is, dat die meer volgers heeft dan jij. Gewoon zo pijnlijk. Jullie roosten Rick gewoon alleen maar. Maar ja, eigenlijk vind ik dat Rick ook wel even 10.000 Instagram volgers moet halen. Ja, we staan hier te wachten dus, want de slapman gaat niet open. Ja, jongens, ik weet niet wat er misgaat, maar ik krijg 45.000 profielbezoeken, maar... Iedereen denkt gewoon, ja, leuk om te bekijken, maar volgen ook maar. Luister, zijn Instagram-pagina is 45.000 keer bekeken in de laatste 7 dagen. Hij heeft nog steeds niet de 10k volgers. Dat is wel echt gewoon heel erg. Nou, daar komt mijn oma aanlopen in de roze dingetje. Je ziet het bijna niet. Hallo! Hoi! Gezellig. Wat een lekker pakje heb je aan. He? Wat een lekker pakje heb je aan. Ja, gewoon een lekker warme zak. Ga zitten. Dit is ook de eerste keer dat mijn oma de auto ziet. Ja, het ligt een McDonald's zak in. Maar die hebben we net even gehaald. Dus het is niet dat de rommel in de auto ligt. Nou ja, het is niet oud. We hebben net McDonald's gegeten. Ja, maar we zijn even zonder eten. Nee, klopt. En wat vind je ervan? Ja, lief. Oh. Mooi, hè? Oh. Ja. Oh, je funny. Wat... En dit. Ja. Jezus, wat prachtig. Ja, hè? Heel anders als die andere weer. Ja, best wel, ja. Vooral de binnenkant, luxe, ja. En de achterkant. Ja. Nou, Rick. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben blij dat je voor de eerste keer dat je gereden hebt in mijn auto, dat je hem gewoon veilig hebt neergezet. Dat er geen schrammetjes zijn. We staan in de lift. Ik heb die gisteren gehaald. Echt? Nou. Dat is niet normaal. Gewoon, maar vertel eens. Wat heb je voor leuks rondhuppelen in huis? Ik heb zo'n lief hondje. Een ander hondje. Poepie. Oh, zo schattig, joh. En hoe heet het hondje? Guusje. Guusje, ja, inderdaad. Ja. Nou, we gaan dus eventjes op puppybezoek eigenlijk is het ook. Want ja, er is dus een puppetje, Guusje. Net nieuw, want het is een puppy. Dus, ja, en een labradoodle. Ja, een labradoodle is het. We hebben allemaal al foto's en films gezien en allemaal dingetjes. Maar nu gaan we voor het eerst het hondje in het echt zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, zo weet je nog niet wie we zijn natuurlijk. Nee. Nee. Gaat ze niet wegrennen? Nee. Oh, kijk. Oh, dat koffie. Het is een beertje. Oh, dat is echt een beertje, ja. Het is Rick. Ja, leuk, hè. Oh, wat een drolletje. Hoe vind je dat koffie met die krullen? Zo, wel lekker druk. Het is een puppy, hè. Oh. Zo, ik kan een leuk. Hey, gekkie, doe ze maar, joh. Oh, zo zacht ook best wel. Heel zacht. Ah. Zo leuk, hè. Het is lekker druk, hè. Ja. Heb je dat filmpje gezien waar ze spelen? Ja. Oh. Kijk dan, wat een lekker dingetje. Nou, kijk eens wat een cutie. Oh. Kijk eens, gaat gelijk aan mijn fetus kouwen. Niet doen. Oh. Gekkie. Als je zegt nee en geeft een klik met een brokje, dan is het goed. Oh. Wat een poepie. Zit je te bijten? Wat op je neus, hoor, Rick. Zoals jullie weten, mijn puppy gaat natuurlijk niet door. Wat uiteindelijk een hele slimme keuze. Maar als je dit dan toch weer ziet, kijk zo druk en leuk. Oh. Ja, dat is ook hoor. Kom eens hier. Oh. Kijk die oogjes dan ook. Nou, we hebben hier lekker uitzichtje op. Kijk, daar zit hij echt trouwens precies aan het strand. Dat heb ik jullie nog nooit laten zien, maar mijn opa en dan wonen ze op een hele mooie plek. En ja? Ik ga het ook wel even op. Guusje, blijf jij maar lekker binnen. Kijk, dan zit je hier echt precies bij het strand. Dat is echt heel lekker. Ja, het is er echt daarachter gewoon. Hé, hey, Guus! Oh, ja, loop maar weg, oké. Okay. Oh, het is wel echt leuk om zo'n hondje dan zo weer te zien, hoor. Oh. Dat vind ik eigenlijk toch wel weer jammer, maar ja. Hè? Ooit komt het wel.
Ga je nou voor de camera zitten? Nee, niet? Ja, ga je naar het basje toe? Oké, doei. Nou, het eten is hier lekker klaargemaakt. Wat is het? Broccoli? Nee, dat is van de hond, hè? Dit is voor de hond? Ja. Oké. Okay. Nee, we gaan lekker broccoli met aardappeltjes en hier lekker hamburgers eten. Ja, ik heb niet helemaal mijn bord leeg gegeten, maar Guusje is wel een beetje knock... Oh, nee, ik wilde net zeggen dat je knock-out was gegaan, maar... Nee, toch niet? Je hebt nog energie? Je denkt, er staat een camera op, maar ik ga gelijk weer... wat een koppie heb jij. Oh, poepie. Nou, ze gaat niet meer opstaan. Wij gaan alweer ervan door. Guusje is... nu is ze wel echt... Kijk. Nu is ze nergens meer te bekennen. Ja, ze is nu totaal los inderdaad. Nou, heel erg bedankt voor het eten. Ja. Ja, okay. Dankjewel. Oh, wordt ze weer wakker? Ja. Doei, doei. Ja, ik ben lang, hè. Doei, doei. Nee, Guusje. Terug. Oh, ze snapt zich zoveel niet. Zo, nou, het is nu tijd om dus door te gaan. Ik doe even een lampje aan, want anders zien we helemaal niks. Het is alweer donker namelijk. Om door te gaan naar Breda, want zoals jullie weten heb ik daar natuurlijk een samenwerking met een kledingbedrijf. En ik mag van nu weer wat kleding uitzoeken en ik ga ook de giveaway winnaar bekendmaken. En dat is natuurlijk wel leuk, want zoals ik jullie beloofd had, zouden wij inderdaad een Off-White en een Daily Paper shirt weggeven. Dus, daar gaan we nu lekker heen. Wat vond je van het hondje? Ja, echt super lief. Ja, het is echt een... echt een zwak voor honden. Jij hebt echt een zwak voor honden, inderdaad. Rick wil sowieso ooit in zijn leven wil die een hond hebben. Ja, ik natuurlijk ook, jullie weten het. Maar ja, uiteindelijk was het voor mij allemaal niet de goede timing om dat nu te doen. Maar ja, zoals ik net al zei, als je dit toch weer ziet, dan denk je echt van... Oh, het is zo schattig als zo'n beest lekker rondhuppelt in je huis en lekker zijn dingetje doet. Klein beertje. Ja, echt zo'n klein beertje. Maar op dus naar Breda. Rick! Oké. Okay. Rick moet weer wild plassen. Ik hoef alleen maar te tanken. En Rick moet gelijk weer zijn lulletje uit zijn broek gaan hangen. Zo jongens, daar gaan weer de hardverdiende YouTube monies allemaal in het beestje. Ik had trouwens mensen zien reageren. Ik moet trouwens eventjes een bonnetje vragen van het tanken. Maar ik had trouwens mensen zien reageren van... Gio, je moet een naam voor je auto verzinnen. Een naam voor je auto. Wat zou ik voor naam voor mijn auto moeten verzinnen? Ik bedoel, als je dit ziet, wat is dan de eerste naam die in je opkomt? Ik weet het niet. Oké, jongens. Een liedje op verzoek van Rick. Jullie mogen gokken wat het liedje is. Komt-ie. Ik ben benieuwd. We zijn de hele tijd rustige chill muziek aan het luisteren. En zo rustig over de weg aan het gaan. En oh, ik zit heerlijk zo naast. Dat ik een keer zelf niet hoef te rijden. Oké, genoeg gehoord. Jullie zouden moeten weten welke het is. Ik ben heel benieuwd. Ik denk niet dat veel mensen kennen. Nee? Ik niet. Oké. Okay. Zo, wij zijn weer in Breda. En het is nu nog eventjes tijd om naar de winkel te gaan. Dus jullie kennen hem misschien nog van de vorige keer. Want ja, ik ben hier echt nog pas geweest. Dus jullie moeten dit nog wel weten. Wat zeg jij? Je moet op zolder doen. Je hebt de sleutel. Heb ik de sleutels? Ja? Oh, ja. Zeker waar. Piep, piep. Ik ben, zoals ik dus net al zei, weer bij Men's Square. En hi. Hallo. We hebben de vorige keer natuurlijk, of tenminste ik ben hier de vorige keer geweest, om dus, nou zoals ik al in de auto vertelde, om dus eigenlijk een eigen truitje uit te zoeken of een eigen jasje. Dat was dus deze. Maar, ja, wat hadden we gezegd? We gaan twee shirtjes weggeven. Ja. En jij hebt de winnaar uitgekozen? Yes, ik heb twee winnaars uitgekozen. Okay. Eentje voor Daily Paper en eentje voor Off-White T-shirt. Nou, dit is waar heel veel jullie op gewacht hebben natuurlijk. Ja, heel dus, spannend. De winnaar, we gaan het eventjes spannend maken. Ja. Spannend muziekje komt er nu onder. Gaat die? Oké, wie gaat de winnaar worden van de Daily Paper shirt? De winnaar van de Daily Paper shirt is geworden Niels Hoekie. Niels Hoekie. Nou, yes. Hartstikke gefeliciteerd. Zij nemen contact met je op en dat komt allemaal vanzelf. Yes. Maar nu hebben we ook nog het Off-White shirt. Yes. En wie is daar de winnaar van? Bas.verloop. Oké, nou hartstikke mooi. Dat zijn dus de twee winnaars van de shirts. Ja. En ja. Wij hopen dat jullie er heel blij mee gaan zijn. En, zeker. Het shirt komt snel naar jullie toe. Klopt. Nou. Top. Nou, het leuke is, ik mag zelf natuurlijk ook weer wat uitkiezen. Trouwens, dit zal niet de enige winactie blijven die we samen gaan doen. Dus er komt nog veel meer aan, dus je weet het. Men's Square staat hieronder in beeld. Die moet je volgen weer, dus weer misschien wat winnen wat hier hangt. Of, nou ja, misschien dus van hier. Wat is dit? Misbehave. Kijk, ja, dit ziet er ook leuk uit. Maar ja, dat komt dus allemaal nog in de toekomst. We gaan het niet elke week doen, want dan wordt het een beetje too much. Maar de vorige keer viel mijn oog echt wel snel op deze trui eigenlijk. En deze is ook van Off-White. Ik heb wel veel van Off-White, dat weten jullie. Maar ja, ik ben toch wel stiekem gewoon nog steeds een beetje fanboy ervan. En dat is al een lange tijd zo. Maar als ik dan toch ook weer andere dingen zie hangen. Ik twijfelde de vorige keer tussen dit jasje dus, die ik uiteindelijk genomen heb. En eigenlijk ook een beetje deze. Deze vind ik ook nog wel dik. Echt heel dik. Gaan we weer twijfelen. Ik had deze de vorige keer eigenlijk ook al laten zien. Dit is hem dus. Ja, en de achterkant, dat is dus het gaafst. Ja, Rick, laat eens even zien. Wat vind jij van deze? Ja, ik vind hem heel vet. Maar ja? je weet wel wat ik mooi vind.
Jij vindt het jasje? Ja. Kijk, dit is de achterkant. Ja. Ja, ik vind dit echt heel gaaf. Ja. Ik vind het logo wel vet hier zo. Ja, hè? Hij zit ook wel echt lekker. Hij is gewoon precies goede fit, zeg maar. Moeilijk. Wow, waarom moet jij me nou weer laten twijfelen? Ja. Nee, ik ga gewoon voor mijn eerste keuze uit, denk ik. Dat is het belangrijkste. Je draagt er veel truien. Ik draag heel veel truien, dat wel. Maar ja, moeilijk. Nou, zoals jullie weten, ik heb al vaker in mijn laatste vlog gezegd dat ik kooltjes heel leuk vind. Kooltruien. Dus dit is een beetje zo'n dingetje. Dit is van Herman Preston. Het shirtje wat ik eigenlijk ook al vandaag de hele dag aan heb, maar dan is dit natuurlijk lange mouw en heel anders. Maar, ja. Oi, oi, oi. En heb je hem ook, je zei ook nog dat je hem in het zwart had, toch? Ja, klopt. Die is ook die leuk. Die hebben in slim fit pasvorm en in oversized. Oké. Okay. Dat is maar net wat je vindt. Ja, nou, ik heb nu een witte aan. Als ik mijn hand op de camera heb, heb ik de zwarte aan. En ik heb de zwarte aan. Ik denk dat ik van, nou, ik heb al heel veel zwarte kleding, maar als, ja, daar valt toch altijd mijn oog het snelst op, dat ik zwart het leukst vind. Lastig weer. Oh, oh, oh. Ik weet het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Nou, dan als laatste komt die. 3, 2, 1. En dit is in het oranje. Oftewel dezelfde die ik dus net ook aan had. Maar dan, nou, wat ik al zei, in het oranje. En ik kreeg de tip dat ik het jasje eroverheen moest dragen. Oftewel die ik dus net ook gewoon aan had. En dat ziet er wel, ja, het is stom over jezelf te zeggen. Maar het ziet er wel goed uit. Oké, okay, Rick en ik hadden net een discussie over hoe heet een sauna moet zijn. Vraag ons niet af waar deze discussie over vandaan komt. Ik zei dat het echt 60 tot 70 was. Nee, je zei 50 tot 60. Oké, okay, 50 tot 60. Rick zei 100 ja. graden. Ik dacht 100, dan kook je toch. Dat kan toch niet? Je zal me echt uitlachen. Ja, ik zei echt, ben je gek of zo? Maar het kut is, Rick had dus blijkbaar gelijk dat de sauna moet tussen de 80 en 120 graden zijn. Dus nu zit Rick echt, ja, ik zit dat idee echt vers te genieten. Gewoon, waarschijnlijk gaat hij nu heerlijk slapen vannacht omdat hij weer zo gelijk kan. Nu slaap ik echt goed gewoon. Oké, okay, in ieder geval, jongens en meiden. Het is de tweede keer het weekend. Wil je nog wat zeggen? Ja? Oké, okay, ja Rick? Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik ga het jullie thuis laten zien. Het is iets anders dan wat jullie denken. Maar... Oh! Zo. Ik zal het jullie thuis laten zien. Lekker weer rijden in de regen. Echt heerlijk dat ik vandaag niet in mijn auto hoef te stappen. Nou ja, wel stappen, maar niet hoef te rijden. Hey. Yeah! Zo, ja, 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 je ziet het al. Montevideo, we zijn weer lekker terug thuis. Oh, kijk of jij deze bocht wel in één keer kan maken met de auto. Oh shit, oh shit, oh Rick, oh Rick, oh Rick. Gast, what the fuck? What the fuck? Hoe doe jij? Je kan geen auto rijden. What the fuck, hoe doe jij dit in één keer? Oké, okay, ja, deze bocht kan wel in één keer in de parkeergarage, maar... Ja, oké, okay, maar deze kan ik ook sorry, in één keer. Sorry, man, mooi, sorry. What the fuck? Goedenavond! Goedenavond. Oké, okay, ik zie dat je een nieuwe broek hebt. Ik zie dat je geen nieuwe trui hebt, of wel? Ik zie dat je nieuwe schoenen hebt. Ja, man. Zo, lijp. Lijp, lijp. Jullie vragen jullie natuurlijk af wat ik gehaald heb. Je ziet het al een beetje. Ik ga het nu aan jullie laten zien in de spiegel. Nou, ik heb dus dit gehaald. Dit tasje, ja, die kan er eigenlijk wel bij, zeg maar. Ik draag dat soort shit nooit, maar... Ja, het is dus de zwarte trui geworden. Hebben we hier beter licht? Nee, want het licht, dat moet echt morgen gefixt worden. Maar ja, ik vind het wel, ik vind het wel dik staan. Ik ben er weer hartstikke blij mee. En dat heb ik allemaal te danken aan Men's Square. Echt. Heel nice. Wat vind je van mijn oudje? Je zegt het al zelf, je draagt die dingen als norm, maar het staat wel nice. Ja? Ik vind het goed dan. Thanks. Omdat ik me nog steeds niet op en top voel, gaan wij weer even heerlijk het saunaatje in. Hier heb ik echt weer zin in, man. Even serieus. Ben je hier al niet geweest? Dit is een sun shower. Nee, dit is het Turkse stoombad. Dit hier. Hier ben ik nog nooit in geweest. En hier word je bruin van volgens mij. Dit is een sun nog wat. Deze kunnen we ook eerst pakken. Als het goed is, gaan dan deze lichten aan. Even kijken. Hoe gaat dit werken? Ja, kijk. Hey. Oké, kom, we gaan daarin. Zo werkt het. Hier worden we bruin van, denk ik. Lekker. Misschien zeg ik nu wat heel raars dat je hier bruin van wordt. Ik heb echt oprecht geen idee, maar... Ja, ik denk het. 10 minuten later. Zeik en zeik. Ik wilde zeggen zeik en zeik nat. Nu is er echt helemaal nat. Oh, ik zweet me weer echt helemaal kapot. Hey, lekker man. Oh, apart dat het zwembad niet overloopt. Ja, 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 ja. TV'tje is uitgeschoven. Ik ga lekker slapen, jongens en meiden. Ik heb net wat dingen hier onder mijn borst gesmeerd. Ik weet niet hoe het heet, maar precies. Het staat nu in beeld hoe het heet.
Dat is dus net wat ik op mijn borst gesmeerd heb, zodat ik beter kan ademen en ik waarschijnlijk lekkerder slaap of zo. Deze jongen staat ook naast me, dus hopelijk gaat hij geen scheetje laten allemaal vannacht. Maar, jongens en meiden, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik ga lekker slapen, zoals ik al zei. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Woensdag komt trouwens Steenrijk Straatarm op tv met mijn aflevering waar ik dus in voorkom. Wat ik dus laatst die televisieopnames voor heb gehad. Dan weten jullie dat. Dus aankomende woensdag, dus dat is eigenlijk vandaag. Deze vlog online komt om 9 uur volgens mij, of 8:30 vanavond. Anders moet je het eventjes nachecken. Maar dat heb ik net doorgekregen. Ik ga heerlijk slapen. Richt ook lekker slapen. Wil je nog wat zeggen vandaag? Nee? Oké. Dikke vette vetjes. Jongens en meiden, welterusten. En ik zeg la... Yeah.